Nummer 1 zien we, dat is Ardy Boko. Die wordt gereden door Ruud Pols. Nummer 2, Ariane Beent en Robin Bakker. De 3 is Another Meadow met Gerrit de Jong. Dan zien we de 7, André W. met Hugo Langeweg senior. Nummer 6 is Alabama K. met Peter Stroper. En de 8 is Aida Boko met Langeweg junior. En tot slot zien we nummer 5, Amigo Toscana. Die wordt gereden door John de Leeuw. Start over 4 minuten. Ik zei tot slot, maar tot bijna slot, want hier hebben we ook nog nummer 4, Amour de la Rue. En die wordt gereden door Arnold Mollema. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de finale van Duindicht Sprintkampioenschap. De paarden gaan zich opstellen achter de auto. De 1, Ardy Boko, Ruud Pols. Nummer 2, Ariane Beemte, Robin Bakker. De 3 in Anne Medo met Gerrit de Jong. Nummer 4 Amour de la Rue met Arnold Mollema. De 5 Amigo Toscana met John de Leeuw. De 6 Alabama K met Peter Stroper. Nummer 7 André W. Hugo Langeweg senior. En de 8 Aida Boko met junior. 100 meter nog tot het startpunt. 50 meter, 30 meter. Start. Paarden zijn gestart voor de 11e koers. Finale van Duindicht Sprintkampioenschap. Auto klapt de vleugels toe en het is na de start in het midden van de baan aan de kop nummer 2, Ariane Beemt. Ariane Beemt heeft de leiding genomen, maar rust zal er niet lang in de koers heersen, want daar komt Peter Stroper naar voren met Alabama K. Nummer 3, galop. Another Meadow is uitgeschakeld. Komen de deelnemers dan nu langs de rechter met een ronde te gaan? En is het Alabama K. die zijn vertrouwde positie op kop heeft genomen? Alabama K. heeft een lengtevoorsprong. Ariane Beemt op de tweede plaats. In derde positie daarachter volgt dan Amour de la Rue met op de vierde plaats dan de nummer 1, Ardy Boko. Achter Ardy Boko, als we nu nog 1000 meter te gaan hebben, is het op dit ogenblik opkomend de nummer 8, Aida Boko. En Aida Boko die heeft dan toch wel toch wat meters goed te maken. Maar dat is wat Hugo Langeweg junior nu precies aan het doen is. Hij gaat nu naar een vierde plaats. Hij gaat naar een gedeeld derde plaats. Komt nu naast de Fibelzeekleuren van Arnold Mollema. En strijkt zo dadelijk neer op Robin Bakker die op de tweede plaats ligt met Ariane Beemt. Maar de aanvoerder van dit veld is nog altijd Alabama K. Alabama K lengt de voorsprong. Op de tweede plaats is het dan daarachter uitkomen toch weer die Aida Boko. En Aida Boko die plaatst dan nu toch de aanval op die koploper. Als de deelnemers halverwege de laatste bocht zijn. Alabama K aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde Aida Boko. Dat zijn op dit ogenblik de smaakmakers. De rest probeert wat dichterbij te komen. De twee Kemphanen op kop. Die gaan onverdroten door. Vooralsnog is het Alabama K die nog altijd lijkt. Stroper kijkt eens naar rechts. Maar ziet dat het gevaar daar komt. En ook komt André W. nu wat naar voren. En daarachter volgt aan de binnenkant nog Ariane Beemt. Deelnemers zijn in de laatste 200 meter. En het is Aida Boko die leidt. Aida Boko heeft een lengtevoorsprong genomen. Maar daar komt nu ook Ariane Beemt. Die probeert er een gat tussen te vinden. En dat gaat nu ook aardig lukken. Ariane Beemt verrast. Aida Boko naar de buitenzijde. Komt de nummer 4 naar voren. Maar het is aan de binnenkant Ariane Beemt. Too close to call voor de plaatsen tussen de nummer 4. Amour de la Rue en Aida Boko. De rechter heeft het laatste woord.
We gaan heel de dames en heren, de voortreffelijke winnaar van de 11e koers van vandaag hier op de baan van Duindichter. Dus wordt het paard nummer 2, Ariane Beemt, in eigendom bij Merwede Moerdijk BV. Trainer Rob de Vlieger in de sulky, Robin Bakker. We geven uiteraard gelegenheid voor de huisfotograaf en collega Borsboom. Ik breek er even door, want Egbert, een sensationele tijd. Ondanks weer een baan 1.13.9. 13.9. Foto gemaakt? Dankjewel. Robin, ik onderbreek je even met de eigenaar. Uiteraard gefeliciteerd. Het koersverloop, je zat er aan die binnenkant. Je wilde er graag uit en dat kon niet. En toen dacht je, ik blijf maar zitten. Ja, ik had natuurlijk een ideaal nummer gelood. Een serie het tegendeel. Finale, super nummer. Ik kon de kop pakken en ik gaf hem over aan Alabama K. Toen kwam Hugootje. Ja, dan zit je twee hele goede paarden voor je. Ik wou eigenlijk voor de laatste bocht de rug van Hugootje pakken, maar daar zat Arnold al. Die zat al gebaar te maken van, hey, zitten blijven. Ja, toen had ik geen andere keuze. En de laatste rechtend ook, ik kon eigenlijk geen kant op. Ik koos de rug van Hugootje en ik kon gelukkig laatst een keer binnendoor, door de plassen. Maar ze maakte het super af. Geweldig. Te weten ook dat de baas in München succesvol was. Ja, ik hoorde net dat die ook gewonnen had, dus dat was dubbel feest. Oké, gefeliciteerd. Straks kom je nog in de koers met W-Stai, als ik het goed heb. Wat mogen we daarvan verwachten? Ja, beestje doet natuurlijk altijd haar best. Op nummer 9, 1600 meter. Dat is niet echt haar afstand. Maar ja, we doen mee. Oké, van harte gefeliciteerd. Paard heeft een lichte cooling down gehad. Ook ingegeven door de klimatologische omstandigheden. En Robin die gaat nu plaatsnemen in de sulky, dames en heren. Bedankt aan Hiltje. Ze wil niet stilstaan, maar daar zijn ze ook niet voor gefokt. Voortreffelijke winnaar van het hoofdnummer van vandaag hier, Ariane Beemt met Robin Bakker. 13 negende kilometertijd.